atletiek betekent echt heel veel voor me. Ik doe het fulltime, dus ik ben er eigenlijk elke dag wel mee bezig om mijn droom of mijn doel te behalen. Ik heb 11 jaar handbal gedaan, dus ja, ik ben eigenlijk altijd wel sportief geweest. Ik ben in 2013 naar de Paralympische Talentendag gegaan, hier op Papendal. En toen ben ik eigenlijk voor het eerst in aanraking gekomen met atletiek. Eigenlijk wist ik dat handbal een keer zou stoppen, omdat de tegenstanders en mijn teamgenoten natuurlijk ook op een gegeven moment groter en sterker werden. Dus dat ik die mooie switch naar atletiek heb kunnen maken, daar ben ik blij om. Mijn droom was natuurlijk om naar de Spelen te gaan, maar dat afgelopen jaar al is uitgekomen, dat is heel snel en heel erg leuk. In 2015 heb ik deelgenomen aan het Paralympisch Talentenkamp, wat georganiseerd is door ABN AMRO. Daar heb ik ook het Talent van de Toekomst Award gewonnen. En daardoor kon ik veel meer wedstrijden doen. En ik ben eigenlijk door die award echt doorgegroeid naar de top. Mijn toekomstdroom is om nog een keer naar de Spelen te gaan. En ik hoop natuurlijk ook nog een keer een gouden medaille te halen.